Goven Baltic Bridge is een 110 meter lange, opendraaibare pilootijbrug. Lijkt klein, maar het is eigenlijk de grootste opendraaibare brug in Europa. Dus dat is toch wel iets om trots op te zijn. Het ontwerp van de pilonenvorm is geïnspireerd op basis van de historische kranen die daar aan de rivier staan. Het zorgt voor een sleutelverbinding tussen de universiteitscampus van Glasgow naar het Queen Elizabeth Universiteitsziekenhuis. Ik ben Bruno Droo, projecttekenaar bij Victor Buyck, gedurende al een 16-tal jaar. Mijn taak of job bestaat er eigenlijk uit het opvolgen of uittekenen van complexe en toch wel speciale uitdagende projecten, gaande van stalen bruggen, gebouwen en sluisdeuren. Dat is dan de hoofdzaken die wij hier ook maken en volledig afwerken. In het begin van dat project hebben we altijd het gevoel van hoe gaan we dat eigenlijk klaarspelen. Ten eerste begint het eigenlijk al in het 3D gebeuren, dus de moeilijkheid is steeds de geometrie die moet op een goede manier opgebouwd worden. Een keer dat we die geometrie hebben, is dat eigenlijk een soort skeleton of een buitenschil waar dat we dan onze platen kunnen gaan uittekenen. Van buiten de brug zie je in feite niet hoeveel inwendige verstijvingen er nodig zijn en alles moet dus eigenlijk per plaat dubbelzijdig gelast worden. Dus een brug wordt opgesplitst in verschillende bouwdelen. Moeten we ook elk stuk apart gaan analyseren hoe we het stuk kunnen opbouwen. Dus dat wil zeggen plaat per plaat als mechano oprichten. En daarvoor moet dat in werkvoorbereiding al goed bekeken worden of we alles kunnen lassen of het kunnen samenbouwen. De hangerplaten, waar dat dus de tuien tussen verbonden zijn, die moeten perfect in lijn staan van piloon naar het wegdek toe. Dat wil zeggen dat we dus een controlebewaking moeten doen vanuit het 3D-model via metingen die we in het atelier uitgevoerd hebben, per bouwdeel apart en ook als die volledig samen zit. Het zwaartepunt is enorm belangrijk, want wetende dat die brug in feite draait op een draaikrans en die zit ongelijk verdeeld ten opzichte van de lengte van de brug. Je wilt niet in feite dat het lange deel zwaarder weegt dan het korte deel, dus dat die te veel moment moet opnemen. En daarmee moet dat zwaartepunt zo goed mogelijk in het centrum blijven of behouden worden. Dat begint zelfs bij de plaatlevering, dat we zelf de platen met een overdikte of een walstolerantie moeten gaan meten per plaat of er daar een gewichtstoename is. Want als je een oppervlakte van zoveel vierkante meter hebt, zorgt dat op een heel verre afstand voor een enorm extra moment. Bij dit project hadden we nu te maken met een hoge piloon en dat was niet mogelijk om door de bruggen heen te varen. Dus dat is dus een belemmering die we dan opgelost hebben met dit terrein in de Westdorpen waar jullie binnenkort naartoe zullen gaan. Zullen jullie ook zien dat daar volledig afgewerkt is en zal vervaren worden. BIM voor mij betekent een belangrijk aspect in het project, omdat we met onderaannemers bepaalde delen die eigen eigenlijk aan de firma zijn kunnen uitwisselen en daarmee ook lesschecks doen. Het geheel moet volledig plaatje moet bekeken worden. En in feite is BIM nu voor alle nieuwe projecten een contractueel vastgegeven, zodanig dat de klant steeds inzage heeft hoe een project vordert. Tekla Structures is niet alleen tekenen, maar heeft een enorme performantie naar eigenschappen per ligger of plaat kunt meegeven. Voor dat project hebben wij dus eigenlijk alles met Tekla Structures van de eerste plaat tot de laatste eigenlijk uitgetekend. Grasshopper gebruiken wij om de geometrie visueel te gaan programmeren met een aantal wiskundige blokjes. Conversie naar het visuele wordt via Rhino gedaan. Mocht er nog iets wijzigen van de geometrie of zo, kunnen we nog ten alle tijde tussen beide programma's uitwisselen. Je kan dan ook in feite de stukken al de juiste nummer, materiaalkwaliteit of vracht meegeven. Dus dat is wel heel interessant. Ik wil daarmee bedoelen dat er een 100% traceability is. Dus de klant vraagt dat ook als er een plaat hier op de treinen komt. Dus dat moet eigenlijk aantonen dat elke plaat uit dat gietnummer gebrand wordt en dat die ook op die plaats in de brug zit. Dus vandaar ook Trimble Connect, als wij postnummers meegeven, ga je dus ook perfect weten, die plaat die gebrand wordt, weet ik al perfect van, kijk, die gaat op die positie moeten ingelast worden en mag niet op een andere positie. Mocht er ooit iets zijn met een brug of dat die moet gecontroleerd worden, weet men perfect de feiten dat het materiaal voldoet aan alle hoogste eisen die gevraagd worden. We delen om de maand dan het model naar de klant toe, zodanig dat zij over alle informatie beschikken, dus het is een open boek. Daarvan is het ook handig dat IFC-files ook revisies op dezelfde naamgeving kunnen krijgen, waardoor dat ook bij de werkvoorbereiding goed kan ingeschat worden. We hebben het zo voorzien of er wijzigt iets.
De volledige plaatvoorbereiding wordt zelfs ook met Trimble Connect per plaat opgebouwd, omdat je daar ook mooie foto's kan maken van het stappenplan voor de samenbouw. Het zit enorm verweven en is niet meer weg te denken. De augmented reality is nu ook in testfase en dat maakt het mogelijk om in de toekomst de bouwdelen op de werf te kunnen beogen. Je hebt dus eigenlijk de werkelijk zicht van de bouwomgeving. De plannen zijn eigenlijk vaak druk, vol met lijnen. En voor mensen is dat niet altijd eenvoudig om daar een 3D-beeld van te vormen. Hoe dat alles moet gelast worden, de samenbouwvolgorde. En daarvan is het heel interessant dat men toch in 3D een betere kijk of een ruimtelijk inzicht die voor iedereen eigenlijk verstaanbaar is. Victor Buyck is een beetje voortrekker in zaken eigenlijk de moeilijke en complexe projecten en we gaan eigenlijk geen uitdaging uit de weg. Een noodzakelijk gegeven is dat we met die programma's aan de slag gaan. Het is momenteel het beste dat we dus eigenlijk vinden op de markt hiervoor om ons werk te kunnen uitvoeren.